Sla daar 250 meter rechtsaf. Dan dit naar Amiga is alleen.
Ito yung bed nila dati. Oh. Panglaban sa gira. We'll be right back.
Ayan guys, pakita ko sa inyo ang beauty ng Denang Belgium.
À votre droite, 120 mètres au-dessus du niveau de la Meuse, vous apercevrez la tour de Montfa. En dessous de cette tour se trouvent les cavernes, creusées par la Meuse jadis et qui servirent de refuge aux Dinantais durant les deux dernières guerres. Op uw rechterhand, 120 meter boven het niveau van de Maas, ziet u de Montfa-toren. Beneden deze toren bevinden zich grotten eeuwenlang door de Maas uitgegraven. Zij dienden als schuilplaats voor de inwoners van Dinan tijdens de laatste twee wereldoorlogen. To your right, about 100... Met rechts, de kabelbaan. De Collegiale is een prachtig oud-gotisch gebouw en wordt beschouwd als een van de mooiste gebouwen van de tweede helft van de 13e eeuw. In front of you, the bridge Charles de Gaulle, the Collegiale and the Dinan Fortress. And to its right, the cableway. The Collegiale is a magnificent Gothic building, regarded as one of the most beautiful buildings of the second half of the 13th century. À votre droite, l'ancien palais des princes-évêques en gebouwd op de oude stadsmuren. To your right, the former palace of the prince-bishops of Liège. Today, the Dinan City Hall is built against the ancient St. Martin's Gate. Adolf Sax Quarter. He was the famous inventor of the saxophone, and he was born in Dinan in 1814. Germany. Dinan Belgium Sax. Dinan Sax.
Yes. Talaga yan siya.